Goedendag. Ik kijk naar de weerswachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we heel veel bewolking boven Engeland, maar dat komt vanavond en vannacht pas bij ons. Bij ons hebben we te maken met amper bewolking. Wel in de vroege ochtend met mistbanken en ook met temperaturen onder nul, maar zodra de zon lekker schijnt, stijgt het kwik tot boven het vriespunt en dan lost de mist in de loop van de ochtend ook op. En vanmiddag hebben we dan een volop zonneschijn. Temperaturen op de wadden rond 7 graden. En in de rest van het land 8 tot lokaal zelfs 10 graden. En pas aan het einde van de middag neemt in Zeeland de bewolking weer toe. Vanavond breiden die wolken zich dan langzaam verder over het land uit. Maar het kwik daalt wel snel weer tot rond het vriespunt. En in het oosten gaat het plaatselijk vriezen. Morgen hebben we ander weer dan vandaag. Veel wolkenvelden. Af en toe schijnt de zon. En uit de wolken kan een druppeltje regen of motregen vallen. Het zal niet veel zijn, maar helemaal droog blijft het ook niet. De wind draait van uh, zuid vandaag naar noordmorgen en wordt aan zeewindkracht 5. Na het wegtrekken van het gebied met bewolking is het woensdag en donderdag weer ronduit zonnig. In de nachten weer lichte vorst en overdag temperaturen van 7 tot 10 graden. Vrijdag neemt de bewolking weer toe en dan hebben we ook de paraplu weer nodig. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.